Hier super veel kleding. Je moet ervan houden, hè? We moeten ervan houden. Niet zozeer iets wat ik heel snel zou dragen. 45 euro. Oh my god, wil je nog extensions? Wow. Oh my god. Er zit niks in. Hoi, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is nog vroeg in de ochtend en ik dacht ik maak alvast deze intro voordat ik straks wegga. Vandaag ga ik naar de slechts beoordeelde kringloop in Gouda. We gaan vandaag naar deze kringloop toe. En zoals je kan zien heeft hij een 2,8 van de 5 sterren. Het is bijna 3 van de 5, dus het gaat nog. Maar het is wel de slechts beoordeelde van allemaal. Dus we hadden heel erg veel zin om daarheen te gaan. En ik ben heel erg benieuwd hoe het daar gaat zijn. Ik zal jullie een paar voorbeelden geven van de reviews. Er zijn ook gewoon een paar goede tussen, maar er zijn ook een paar met echt maar 1 ster. Hier zegt iemand duur, donker en onvriendelijke sfeer. Grote winkel, maar hoge prijzen en super onvriendelijk personeel. Lijkt er sterk op dat ze gewoon niet willen verkopen. Duur, duur, duur. Nooit meer. Geen fijne winkel, altijd koud, niemand helpt je en ze zijn onaardig. Ik kom hier niet terug. En nou, ik schrik er toch wel een beetje van. Wat een ... winkel. Erg onvriendelijk. Nu ben ik dus heel erg benieuwd of ik hetzelfde ga ervaren. Kijk, iedereen, dit is natuurlijk gewoon een momentopname. Dus je weet natuurlijk niet wie achter de balie staat. Wat die mensen hebben meegemaakt. Wat er is gebeurd. Dus daarom ga ik er gewoon open-minded in. En ik ga gewoon kijken of het een beetje klopt met mijn ervaring. Dus of ik het ook bijvoorbeeld heel erg duur vind. Personeel onvriendelijk. En ik zei het. Ik vind het wel heel erg leuk om dit te doen, want zo ontdek ik ook nieuwe kringloopwinkels. En dan ga ik bijvoorbeeld naar de best beoordeelde of de slechts beoordeelde in bepaalde steden. En dan kan je ook een beetje kijken of het matcht bij je eigen ervaring. Mocht je al naar deze kringloop zijn geweest, laat me dan vooral eventjes weten wat jij ervan vond. En of het matcht met mijn ervaring van deze winkel. Dus tijd om lekker te douchen, op te frissen. En dan gaan we naar Gouda. Nou, we zijn er. Hier super veel kleding. We hadden trouwens gelezen dat het heel donker was. Nou, het is niet donker. Valt wel mee. Het gekke was wel dat we net onze tas in een kluis moesten doen. Dus nu heb ik alleen met deze gewoon, wat ik op zich ook wel snap hoor. Ik kon een boete krijgen, 50. Ja, je kon een boete, ja. Oh, kijk hoeveel. Maar het leek wel nieuwe kleding. Het is eigenlijk een grote hal. Het is helemaal bepakt. Ja. Het is helemaal bepakt. En aan die kant daar was home. En hierachter is ook home. Nou, het hangt best wel een fijne sfeer eigenlijk. Oeh. Leuk. Dit zijn de prijzen. €15. Ze zijn ook nog apart geprijsd. €15. Oh ja, nu snap ik wel waarom mensen het duur vinden. Tassen? Dit is Oh, gewoon echt een nice tas. En dit is een best wel bekend merk. Dat is wel nice. Oké, even kijken. Alles hangt ook best wel netjes, wat ik heel nice vind. En heel overzichtelijk. En wel mooie kwaliteit allemaal. Ik zoek eigenlijk nog een oversized zwarte blazer. Print. Oh, cute. Dat is mij ook wel een goed merk of zo. David Jones. Oh, heel leuk. Het zijn echt mooie tassen. Het zijn echt heel kwaliteit. Ja. Maar alles is best wel mooie kwaliteit. Als je nog een oversized blazer ziet, zwart. Daar zijn mijn blazers. Oh. Ja, leuk. Even kijken. Oh, dit is echt een suit. Wat wow. Is dit? Ik mag denken aan zo'n piano. 50 stond er. Piano ding. Ja. Dit is echt pakken, hele maar set. Dit is echt goede kwaliteit allemaal. Of ben ik helemaal. Ja. Het is wel heel netjes, bedoel ik. Ja. Het ziet er niet verder uit. Nee, het ziet echt gewoon nieuw uit. Het is een beetje te groot. Deze is iets te groot. Hoor. Ja, dit is ook iets te groot. Echt zulke mooie
Heb je, ik weet niet of je het ziet op camera, maar super mooie kwaliteit. En hoeveel waren de blazers? 4,50. Kan toch maar 7,50? Ik geloof het gewoon bijna. 7,50 volgens mij. Kijk, ik wilde zo eentje ook. Maar deze is ook wel echt te groot, denk ik, hè? Die ziet er wel echt groot uit. Te groot, hè? Je moet eigenlijk passen, maar het ziet er wel echt heel groot uit. Ja. Maar het ziet allemaal heel groot uit hier. Ja, hè? Deze? Ook groot. Dit is een mooi formaat, maar ik weet niet wat voor kleur is dit. Beetje kaki groen. Deze was mooi, maar misschien niet. Is dit mijn vibe? Ik pas gewoon even zo. Maar ik heb geen spiegel, hè. Jij bent mijn daar, spiegel. Daar, in mijn spiegel. Ja. Maar. Het is net te groot, hè? Ja, die schouders, denk ik. Het is net de armen. Ja, de armen. Nee. Zulke mooie kwaliteit kleding. Ik ben echt... Zoek het. Beetje oud, hè? Oké. Okay. We gaan door. Allemaal zomer. Je moet van houden, hè? We moeten van houden. Nee. Kijk, dit vind ik altijd wel minder. Dit zou ik dan niet kopen bij een kringloop. Ik ben zo benieuwd naar die home en zo ook. Echt cool. Ik zweer, dit lijkt me echt denken aan Gossip Girl. Ja. Ja, toch? Dit is echt preppy. Echt heel. Ik zou voor fun gewoon even moeten passen. Nee, jij mag passen. Wil jij het passen? Nee, ik wil niet passen. Oké. Okay. Boe. Dat je hem uit zo'n serie moet kleden. Als een karakter. Ja. Weet je nog wat zei? Dat is cool. Ja. Wat is dit? Is dit? Oh nee. En deze? Ook groot, hè? Is ook echt Gossip Girl. Dit is zo Gossip Girl. Belly Barley. Wat? Maar het is alleen niet echt onze stijl. Het voelt allemaal heel niet. Hoe mooi nog. Het is helemaal... Nee, dat is zo. Ik weet niet, ik vind deze kleur best wel leuk. Maar het is niet echt dat ik een cardigan zou dragen. Weet je wat ik leuk vind met zo'n soort van crop top? Het gaat meer om de kleur, dat is niet de outfit nu. Hij is heel comfy. Niet met dit, maar ik vind het wel... Ja, wel leuk. Ja, I like it. Maar ik draag nooit vestjes. Ik heb even mijn trui als crop top gedaan. Het geeft me zo echt een vibe of zo. Niet zozeer iets wat ik heel snel zou dragen. Maar dat is ook wel een beetje de bedoeling. Je gaat natuurlijk niet elke keer hetzelfde kopen. Een kleur die ik echt niet heb. Gewoon niet. Oh, dat is toch even iets anders? Ja. Dit is echt zoiets als je er langer naar kijkt hoe leuk je het vindt. Ik vind het leuk. God, ja? Die kleur ook. Hij is super mooie kwaliteit. Jas en ik hebben dit nog nooit gezien. Kijk, het is letterlijk gewoon... Het is echt een oorbellen en zo. Maar dit is echt een beetje trash. Ik moet eigenlijk nog wel een kussen hebben. Voor mijn stoel. Nice deze. Mooi, allemaal kussens. Hier allemaal wandklokken. En Jasna, ik kijk daar nog steeds. Nou, deze voor mijn roodtandstoel. Oh, mooi. Maar ik vond het echt een mooie kleur. Deze is ook wel cute. Kleur. En hoeveel zijn die kussens dan? Er staan geen prijzen op. Dus die gaat ook een beetje dragen. Maar we lazen dus dat die man vaak zelf verzint. Ja. We gaan meemaken. Ik ben heel benieuwd voor het vest, want het stond vanaf 4,50. En ik wil... 8 euro schijnt toch niet? Nee, ik wil het liefst gewoon 4,50 gewoon betalen. Dit is wel antiek, ja. I like. Ja, ik vind die stoelen daarachter heel mooi. Wow, kijk. Wow. Heel groot. Hé, salontafel. Ik kom naar je toe. Die zijn echt heel mooi. Wow, echt super veel spullen. Deze, ik heb die nog nooit gezien. Oh, die zag je niet eens op. Oh, joh. Echt sick. €45. Ja, dit is dus dat antieke gedeelte waar mensen in de reviews over hadden. Ja. Het is niet kringloopprijs, maar het is wel antiek prijs. En hier staan oh, kijk. Zo'n wand wil ik. Zo'n wand niet te koop. In geen enkele kringloop is hij te koop. Hoezo? Misschien heeft de eigenaar vroeger een winkel of zo gehad. Want... Maar dit is voor random shit. Wat is dit? Wat is dit? Een kan.
Oh, en dit. Ja. Viva Hollandia. Oh my god, wil je nog extensions? Nee. Godverdomme. Why not? Ja. Wat is dit? Voor steunzeulen. Een spiegel? Nou, heb je spiegel? Nee, heb je spiegel nodig? Nee. Oké, okay, ja, dit is random. Oh, het loopt helemaal door. Oh, zie je dat? Mooie kast. Wauw. I like. Die is ook echt mooi, hoor. Het is echt een hele grote kleur. Het is echt huge. En het is zo lekker rustig. Echt fijn. Heel veel poppen hier ook. Dat is echt doodeng. Wat is dit allemaal? En hoeveel is dit dan? Jongen. Dit is... Cute. Dit is... Moezetters. 10 euro. Wat? Ja. Sorry, ik schreef. Maar kijk, dit is weer 1,50. Oh, deze zijn heel leuk. Ik heb alleen maar kleine bakjes. Nee, deze vind ik oprecht leuk. Ik vind alleen deze mooi. Heel nice. 1,50, dat valt inderdaad mee. Wat is dit? Oh, dit is ook cute. Voor amuses of zo misschien? Voor tapas. Tapas? Weet ik niet. Oh my god, die zon, hoe cute. Wat is dit? Oh mijn god. Ik zoek nog voor mijn wattenschijfjes. Want iemand zei dat als je wattenschijfjes los doet, open, in de badkamer, komen er allemaal bacteriën op. Ik heb er nooit van mijn leven van gehoord. Het is wel een beetje beschadigd. Ja, dat wel. Maar ik vind het wel echt perfect voor wattenschijfjes. Ja, voor wattenschijfjes is top. En wat is de prijs? Oh, er komt bacteriën op. Ja, omdat je natuurlijk in de wc gaat daar. Oh. Ja. Eww. Ja, snap je? Dan zit je daar je gezicht mee af te doen. Ja. Sorry, maar wat is dit? Is dit een brievenbus? Ja, je lacht. Hoe pas daar een brief in? Weet ik veel. Oprecht, als je dit in je badkamer hebt, ik vind hem echt mooi. Toch? Ja, dan ga ik deze laten misschien. Vieze bacteriën, ja. Ja. Misschien wel iets te bezadigd, hè? Ja. Hoe duur is het dan? Staat niet eens. Nee, staat niet op. Dit is een soort van keukendingen, ja. Dun, dun, dun. Je hebt ook niks nodig, hè? Nee, ik heb niks. Ik ook niet. Oh, kaders. Hier is allemaal bedden. Oeh. Oh mijn god, ik viel bijna door dit. Nee, kijk even bij die wandspiegel. Hey, heb je allemaal spiegels, Jas? Ik zoek zeg maar zo'n spiegel voor op mijn ladekast boven. Maar dan nog... meer half. Halve maan vibe, weet je wel. Deze is nog iets te... op zich wel leuk. Ik ga toch even kijken. 5,50. Oh, dat is niet veel. Echt nooit een matras kopen. Nee, geen matras. Maar kijk. Kijk even gewoon het bedframe. Helemaal bed clean. Bedframe, ja, ja. Let's go. Hoe apart deze is. Ja. 5,50. Mooi, hij is mooi, hè? Groot. Ja, hij is wat groot. Ja, maar dat iets. Zoiets vind ik wel leuk voor in mijn woonkamer. Allemaal manden, joh. Echt veel, hoor. Oh, dit is cute voor tissues. Ik had ook gelezen dat mensen muziek te hard vonden staan. Maar dat is ook echt niet. Ik hoor wel een beetje muziek. Wat zeg je? Voor sluitingstijd. Oh, voor sluitingstijd. Oeh, wat een mooie lamp. Oh my god, ik ben echt bang dat het valt op onze hoofden. Wauw. Bijzonder dit. Als je ooit nog een lamp zoekt. Mijn Goethe. Oh mijn god. Wie is dat er meegekocht? Die marmeren. Ja, ik vond die zo mooi. Oh, ik vind het zo mooi. Echt? Ja. Wow, wel echt mooi. Maar het is echt mooi, want het, als je hem aandoet, we kunnen hem eigenlijk wel testen. Maar ja, we zijn het met het OV. Er zit geen ding in. Oh. Want het is echt zo heel warm licht. Ik vind het mooi, want het is niet echt wit, weet je wel. Kijk, dit is echt wit. Ja. Het is een beetje zo crème. Wie zijn met het OV? Raise your hands. Raise your hand. Oeh, leuke lampenkapjes. Ze hebben wel echt van alles. Dat vind ik nice. Oh, cute Nikon. Ik zoek er echt één die echt werkt. Vind ik zo cool. Zo echt zo'n analoge camera. Dit is echt sick.
deze zou ik echt wel willen hebben, zo'n kleintje. Maar sommige staat wel een prijs trouwens. Hier staat 33 voor deze. Oh ja. Ik ben ook niet echt een kenner, zeg maar. Oh, nee. Oh, je kan hier naar boven. DVD's en zo. Stairway to Heaven. Steile trap, betreden op eigen risico. Nou, we gaan, we gaan. Oh, dit is wel stijl, ja. Oeh. Wow. Oh my god. Dit is Stairway to Heaven. Als je van cd houdt en zo. Ja. Wow. Nou, verder wil je niet echt iets te zoeken, want... Weet je nog dat we vroeger naar de huurvideotheek gingen? Ja, klopt. The Hills. The Hills. Way back. Love Happens. Ik heb niet eens een DVD-speler. Ja, wij nog wel, maar... Oh, Eat, Pray, Love. Dat is echt een leuke film. Met Julia Roberts. Ik heb deze film 1000 keer gezien toen ik tiener was. Welke? Lol. Met Miley Cyrus. Ik wilde die altijd kijken. Oh my god. Nee, ik ga echt nooit meer kijken. Deze is niet te doen, ja. Ja, heb je deze ooit gezien? Ja, natuurlijk. Oh, de holiday! De holiday is echt leuk! Ja! Is alles leeg? Nee, deze is gewoon leeg. Feest met Johnny Hoes. Sorry. In handen. Zou je zeggen dat je Billie Eilish hier tegenkomt? Ik denk het niet. Nee. Wow. Ik voel me echt in Narnia. Letterlijk. Als hier een kast stond. Letterlijk. Toch? Die vibe. Wow. Oh mijn god, Twilight. En Jasna en ik zijn obsessed met boeken. Dus dit is helemaal niet een goed idee. Obsessed met Twilight. Nee, Jasna is obsessed met Twilight. Romanen. Wat? Wat? Corona. Gadver, wat staat erin? Girl. Er staat hier een plek van extreme tegenstelling. Een oord buiten ruimte en tijd. Een poort naar een andere... Nou, corona. Nou, let's go. Daar zitten we in. Fuck. Nee, helemaal. En ik ging lopen gezien. Dit is, nee, dit is wel echt heel groot. Ik ga even zoeken naar psychologie of zo. 1 boek is 2 euro. Ja. Nou, dat is niet veel. 5 boeken is 8 euro. Oh, dat is niet veel. Dus nu heeft 2 thrillers gevonden. Echt nice. Nee. Ik heb dit gevonden. Ik dacht, wat is dit? Maar als je dit openmaakt. Het is een soort van course, hebben we opgezocht. Kijk, die zijn allemaal kleine boekjes. Maar ze zijn allemaal echt nog helemaal clean. En het gaat over... ego, over inner awareness en zo. Het is echt natuurlijk weer helemaal iets voor mij, maar ik vind het echt heel cool. En we hebben dus opgezocht voor €60, $60. Ja. Maar dit is dus deel 2. Ja. Ik kom echt met, ja, dood meisje gevonden in 13 uur. Nou ja, soul search. Maar het is echt wel mooi. En kijk, er zit zelf nog een... Het is een helemaal nieuwe koers. Ik ga het gewoon nemen. Maar ik ben benieuwd hoeveel het kost. 2 euro. 2 euro is, dat denk ik niet. Hier is nog een ander deel home. Het is allemaal potten en pannen en zo. 4,50. 5 euro. Het is apart, want sommige dingen zijn heel goedkoop. En sommige dingen zijn weer expensive of zo. Wauw. Maar waar is het voor? Waar is het? Een plant? Plant, ja. Wel, ik zoek nog echt een pot, hè. Voor mijn plant op mijn dressoir. Uit. Dat is ook mooi, wauw. Heel mooi. Heel nice. Wauw. Wow, sick dit. Kijk, Jasna, nee. Oh my god. Oh, hij is vies, jongen. Oh, hij is wel heel mooi. Nee, hij is wel vies. Nee, helaas, kan je wel schoonmaken natuurlijk. En het is leuk, want alles is op kleur. Dat vind ik echt heel leuk. Cute, kijk dan. Wow. Ik heb wel echt zin in zwijgen. Heel satisfying voor onze Virgo minds. Ja. Yeah. Schattig. Veel ook, hè? Die mooie vaasjes. Oeh. Als je nog kristallen glazen ziet. Let me know. Dit is wel mooi. Ja, wow. Sick.
Wat is dit? Wauw, mooi. Ze hebben ook nog alles gesorteerd. Ja, heel overzichtelijk. Ja. Dit is een soort optiekspul, maar dan in deze kleur. Ik vind het ook wel leuk, deze kleur. 1 euro. We moeten echt onze tassen niet vergeten, hè? Nee. Zo doei, nee. En dan weglopen. Oh. Ik vind dit ook misschien wel leuk voor die wattenschijfjes. Als je ze ziet, weet je wel. Maar kijk. Lijkt op zo'n snoepje. Kijk hoe mooi. Ja. 2,50. Mm. Ja. Oh, is het een roze alleen? Oh, hello. Nee. Ah. Jammer. Het ziet er echt heel cute uit. Dit is heel... En ook de vorm. Stom. Stom. Ja, deze misschien dan niet zo. Too much. Hey. Hey, Leo. Ik vind deze echt wel cute eigenlijk. Toch? Ja. Maar ik weet het echt staat in mijn badkamer. Ja, dat weet ik toch even. Ik denk dat het tijd om te gaan is. Ik hoop dat jullie ons horen. Wij zijn nu net uit de kringloop. Hij is daar achter. Ja. Wat is onze eerste reactie? Ik vond het echt een hele leuke kringloop. Ik vond het ook echt niet slecht. Het was echt een leuke kringloop. En ja, het was wel heel vol. Oh ja, het enige wat ik niet leuk vond, van Jasnek ook niet zo leuk, was dat er bij sommige dingen geen prijs op stonden. Ja. Omdat die man is gewoon een beetje uit zijn duim. Ja. Zo van, oké, nou doe maar dit en dit. Maar uiteindelijk, ik vond het echt een leuke kringloop. Ik zou er echt nog een keer heen gaan. Dus ook. En ze hadden echt heel veel. Ze hadden echt veel. Ze hadden voor iedereen wat. Ja. En het was heel rustig, wat ik heel erg fijn vond. Het is gewoon op een vrijdag dat we dit filmen, dus... Ja, nou, er waren wel veel mensen in de winkel, hoor. Daar heel maar veel mensen... Zo groot was... Juist, leek het soort van... Ja, ja. Minder erg. Ja. Boeken, vet veel. DVD's, ja, alles, vet ja. veel. Kleren en, ook ja, veel kleding. En ook veel kwaliteit kleding. Omdat, ik heb zeg maar geen enkele kleding gezien met een vlek. Ik was echt verbaasd hoe geen goed vlekken, de kwaliteit was. Ook merkkleding. En ik vond de prijs was wel iets duurder dan de gemiddelde kringloop, zeg maar bijvoorbeeld net als Opnieuw & Co. Ja. Dat was wel iets duurder. Ik kreeg wel best veel antiek ook, dus... Een vest vond je wel wat duurder, die was ja. 4,50. Ja, ik heb uiteindelijk nog het vest gekocht en die was dus 4,50. Net met randje, ik vond hem wel echt heel erg leuk, dus ik heb hem wel gewoon genomen. Die boekenset, die was 4 euro en één boek was dus 2 euro, dus hij heeft gewoon twee keer twee boeken zeg maar gedaan. En... Oh ja, dat bakje voor 1,50. Oh ja, 1,50. Dus ik was in totaal 10 euro kwijt. Ja. En Jasse was 4 euro kwijt, want ze had twee boeken. Twee boeken. Maar dus één boek, zag ik, was 16 euro. Dus... Ja, dat klopt. De nieuwprijs, zeg maar. De nieuwprijs, ja. Ja. En ik vond ook zelfs de boeken waren helemaal nieuw. Helemaal clean, zeg helemaal maar. Helemaal clean. Ze niet vies. Nee. Het is heel goed uitgekozen. Ja. Op Google Reviews was het dus 2,9 ster. Nu is dat ook niet super slecht, maar dit is wel de slechtste beoordeling in ieder geval. Ja. Hoeveel zouden wij geven? 4, denk ik. Ik denk ook 4. 4 van de 5. Ja, maar iemand had letterlijk gecomment van... ik ben er echt uit weggerend. Het was echt verschrikkelijk. Toch zoiets? Ja, zoiets. Nou, ik weet niet wat die persoon heeft meegemaakt. Super onaardig personeel. Echt. Die man was gaan lachen. Hij was aardig. Vet vriendelijk. Ja, ik dacht... Oké. Okay. Maar ja, je weet nooit nee, je weet op nooit dat moment er wat er was. Is, hè. Nee, okay. Dat is ook maar zo. Maar ik had echt gedacht, oh my god. The worst. En iedereen zei ook, ja, vet duur, vet donker. Ja, ik vond het echt meevallen. Het viel echt mee. En ja, het was ook niet donker. Aangepast. We weten niet wanneer die reviews zijn gemaakt. Nee, dat hebben we inderdaad niet gekeken. Maar ja, dit was in ieder geval de slechts beoordeelde kringloop. Nou ja, dus dat was het eigenlijk. Ik ben heel erg blij dat we zijn geweest. Want ik vond het heel leuk. En ik zou echt nog wel terug een keer gaan. Dus eigenlijk vind ik hem wel een aanrader. Ja. En makkelijk te bereiken. En oh ja. Zo, dat is echt goed. Look at her. Echt heel makkelijk te bereiken. Ja, het is zeg maar, hier is dus een bushalte. Als je gewoon vanaf Gouda station gaat, dan is het 2 haltes met de bus. Dus echt vet chill als je gewoon met OV bent. En volgens mij kon je daar ook parkeren, toch? Ik weet het niet. Volgens mij wel. Ja. Dit was de slechts beoordeelde kringloop. Ja. En wij willen eigenlijk nog naar de best beoordeelde kringloop in Gouda. En ik denk dat ik het ook vaker wil doen, want ik vind het wel echt heel erg leuk om zo nieuwe kringloop te ontdekken. En te kijken of het dan wel waar of niet waar is. Ja. Deze had ook maar 40 reviews volgens mij. 40 ja, mensen. Ja. Maar toch. Toch wel waren een paar echt met 1 ster. Ja, ik dacht misschien ook wel leuk om te weten. Mocht ze naar deze kringloop zijn geweest, laat dan hieronder in de reacties achter wat jij ervan vond. Want ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie experience zeg maar is geweest hier. En of die dus verschilt van onze. Ik wil je ook bedanken voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. En te abonneren. Nou, dat was het. Dat was hem. Doei!